Dankzij alle medische ontwikkelingen wordt kanker steeds vaker succesvol behandeld. Dat is goed nieuws. Voor patiënten die kanker overleven, is het van groot belang dat zij na een succesvolle behandeling op een zinvolle manier verder kunnen leven. Jongvolwassenen die worden gediagnosticeerd met kanker, lopen grote kans hun baan kwijt te raken tijdens de behandeling. Bijvoorbeeld omdat een tijdelijk contract afloopt. Vaak worden ze hierbij niet voldoende ondersteund door verschillende instanties. Hierdoor is de terugkeer naar werk lastig. Hetzelfde geldt voor oudere patiënten die bijvoorbeeld een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Zij worden tijdens de behandelperiode vaak volledig afgekeurd en raken daardoor de verbinding met het werk kwijt. In twee projecten, gesubsidieerd door de overheid, is met een innovatieve aanpak gekeken naar een nieuwe manier van arbeidsgerichte zorg. Hieruit blijkt dat het belangrijk is maatwerk te bieden, met een multidisciplinair team van specialisten. De patiënt werkt zelf aan een plan. In nauwe samenwerking met de gespecialiseerde bedrijfsarts, de behandelend specialist en bijvoorbeeld een jobcoach. Arbeidsgerichte zorg, die start bij de diagnose en doorloopt tot reïntegratie, waarbij de patiënt zelf de regie voert. Om zo weer gezond en duurzaam te kunnen participeren.